dat ik me daar nu vandaag over moet gaan uitspreken. Heb je ook gekeken naar Marco Overmars? Nou, ik heb me verrast uh, over de, dat hij zo snel uh, elders werd uh, aangenomen. Ja, bij en FD ik Antwerp. Ja, en ik moest wel eerlijk gezegd zeggen dat ik heel erg verbaasd was door de uitspraak die er vervolgens werd gedaan. Uh, dat er niet aan de vrouwen was gevraagd hoe zij daartegen aankeken. Uh, terwijl, ja, dat zou je toch verwachten: dat dat wel uh, gebeurd was. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, je ziet ook dat er een soort zelfreinigend vermogen begint te ontstaan. Want die sponsors zeggen meteen: uh, Dit vinden we helemaal niks. Waarmee u eigenlijk zegt dat u dat een onbegrijpelijke stap vindt van FC Antwerp. Ik, het heeft mij verrast. Maar is het daarmee ook onbegrijpelijk? Nou, ik vond het niet. Uh, ja, dat is het woord verrassen, dan, dan, dan ben je er verbaasd over. Ja, nou, ik vond dat vreemd. Ja, nou ja tegelijkertijd zegt hij: uh, ik, ik zal dit nooit meer doen. En, ik, uh, en, de, en de voetbalclub in kwestie zegt: hij heeft recht op een tweede kans. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Alleen dan moet je wel met al je mensen daarover hebben hoe je dat gaat doen. Dus ik had het heel normaal gevonden als hij bijvoorbeeld juist een gesprek met de vrouwelijke medewerkers had gehad, ja. om dat dan ook te vertellen aan hun ja. en niet zo van bovenaf uh, iemand te droppen in een organisatie. Ja, nou is het geval Overmars natuurlijk in alle kranten en in de rest van de media uitvoerig belicht. Er zijn natuurlijk ook mensen die ergens moeten vertrekken tegen grensoverschrijdend verdrag die niet bekend zijn ja. en die op zoek gaan naar een andere baan ja. en daar solliciteren ja. en dan. Nou, daar, dat is een van de dingen waar we moeten kijken. Kijk, het is in Nederland hebben wij natuurlijk, en daar moeten we ons ook gewoon aan houden, aan een stelsel waarin uh, we mensen, zeg maar, voor de rechterdagen uiteindelijk die een straf krijgen, ze uitzitten en dan een tweede kans krijgen. Mm. Uh, dat moet je natuurlijk uh, goed uh, bewaken. Dus we moeten ook niet op iedereen een stempel drukken dat je voor eens en voor altijd uh, verkeerd bent. Maar je moet wel heel goed kijken hoe zorgen we dan dat. Uh, ja, dat, dat de omgeving daar ook zijn plek weer in, uh, in, uh, in vindt. Dus het gesprek erover voeren is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. Met alle nuances omgeven, hoor ik u zeggen. Want het is natuurlijk ook zo dat reputaties nogal snel sneuvelen. Dat vind ik het de zorgelijke kant er aan. En, en juist omdat uh, je ook weet hoe moeilijk soms de bewijslast uh, is. dat is ook een reden waarom veel vrouwen denken: ik begin er maar niet aan om, uh, uh, om aangifte te doen. Uh, is het extra belangrijk. Uh, om dat heel zorgvuldig te doen. Nogmaals, ook om te voorkomen dat we met z'n allen denken: oh ja, nee, ja, allemaal niet bewezen. Dus mm -hmm. het zal wel meevallen. Ja, ik bedoel overigens, reputatie aan denk... beide kanten van het verhaal in dit geval. Ja, precies. Ja, dan heb je er allebei uh, verkeer, uh, last van. En ik denk eerlijk gezegd, uh, daar ben ik echt van geschrokken dat het niet meevalt. Ik uh, ben door zoveel mensen aangesproken met eigen voorbeelden. Mm -hmm. uh, dat, uh, nou ja, dat. Uh, dat maakt de baan des te belangrijker. Ja. En uh, mijn, uh, mijn uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Eakerness om eraan te beginnen nog groter. Uh, maar het is wel complex.